Wacht even, maar sorry. Oh, kikkers. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door... Wasparfum.nl, Het Haventje van Urk, De Corner, Visser Seafood en Seafresh. Vergeet niet de ondertiteling van YouTube aan te zetten. I started my journey into the wall. 'Cause I needed something that's so hard to find. You brought all the magic back into my life. When I saw you smiling on a Friday night. We are like ships at the sea. We are like ships at the sea. We are like ships at the sea. Like ships at the sea. Dear. We are like ships at the sea. We are like ships at the sea. We are like ships at the sea. Like ships at the sea. Dear. Like ships and the sea, dear. Like ships and the sea, dear. Vandaag is het Urkendag. Deur dicht. Hoe moet ik hem draaien? Die kant op, daar naar de andere kant. Dat wil ik ook doen. Bij Marie en Kaas, hè? Ja. Wat wil je dan doen? Ja, gewoon wij samen doen. Goed? Je gewoon wel voor ski. Nou, ik kan net zo goed nog een slok koffie nemen. Wil ik samen doen? Oh, nou. Demi, poepje, kom eens. Kom eens. We gaan een verrassing doen. Demi. We gaan nou een verrassing doen. Kom, dan moet je bij mij gaan staan. We gaan nou een verrassing. Zo direct, oké? Nou. Zo direct. Ja, nou. Nou. Dan moet je niet in gewoon dronken, schat. Ja. Ja, gewoon jullie maar achter de koelkast. Hé. Oh, kikkers. Oh, verrassing! Oh, kijk nou eens even. Oh. Kijk nou eens even. 1, 2. Wat doe je? Oh, geen jerk. Dat doe je ook. Gief ons aan. Kijk. Oh, kijk. Nee, je moet zo. Oké. Wat is dit nou? Wat is er los, jongens? Nou, zeg je het? Verrassing. Nou? Pardon. Jet is zwanger. Wow, oké, nou wat leuk, hè? Nou, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, hè? Nou. Super. Wat leuk. Nou, wat een verrassing. Echt. Wat leuk. Ja, nou, echt mega leuk, ja. Een verrassing, hè? Echt. Dat wordt nummer 10. Dat wordt nummer 10, hè? Ja. Nou, Ben. De tiende kleinkind al, hè? Nummer 10. Geweldig, hè? Echt oma. Ik word hoe langer hoe rijker. Nou, zeg dat. Ik voel me er zo rijk mee. Vader, gefeliciteerd. Dank je wel. Echt leuk. Ja. Excel. Even kijken hoor. Vandaag is Urkendag, een van de meest bijzondere dagen op Urk. We hadden afgesproken met z'n allen in de winkel. Ja, op wie was het wachten weer?
je hoeft nooit op mij te wachten. Nee. Ik was druk met mijn kleinkind, hè. Daar was ik aan het oppassen en die moest ik nog ergens naartoe brengen. En ik was aan het rennen en Jetty en Evert waren er. Dus, en dat was, nou ja, geweldig nieuws natuurlijk. Ja. Dus dat was allemaal even, ja, zo is het toch. Ja, loopt je kan even zeggen, oh, ik ben er om 10:30, stroomt je huis vol. Wordt en dan kom, 12, komen ze binnen met zulk geweldig nieuws. Ja. Nou, dan blijf dan je zitten. Niet weg. Nee, nee, daarom, dan kun je niet weg. Nee. Het is gewoon. Wat is er, meid? Dat is haar, laat haar zien. Ja, dat hè, met die Jezus hè, en al die spelen. Nu zullen we even die water gewoon doen op je oortje. Nou, Urkenvrouwenkleding ziet er misschien ontzettend mooi uit. Maar reken maar dat een lijnensweg is hoor, om dat hele dag te dragen. Wat denk je? Zo. Pijnlijk. Ja, dat is verschrikkelijk. Daarom doe ik het niet. Pijnlijk, echt. Hoe voelt het nou? Goed. Ja? Nou, ja. Kun je de dag weer vooruit. Ja. Hoor je nou wel alles staan met die oren hier erop? Een beetje. Ja, een beetje? Ben je een beetje doof? Zo. Misschien wouden ze dat vroeger wel. Dat is een beetje een doof was. Hoor ze niet alles. Dan hoeven ze ook niet naar dat gezeur van die mannen te luisteren. Nee, daar zitten jullie vanzelf voor. Nou, kijk eens aan. Je bent een prachtig meid. Heel mooi. Atje, is het jong koffie? Nee, dat is jong, denk ik. Het is ook koud. Neem jij nog een bakje, Nelly? Doe ik. Ik zal even een nightbackje pakken. Die zijn knepen ook. Nou, daar komt ze aangerend op haar hakken. Het is zo Catwoman. Nou, kijk hier eens even wat heerlijk prachtig. Ja, mooi. Hey. Geweldig hoor. Waar is Hendrik? Kijk. Hendrik, kom eens even. Kom bij oma. Hé. Hey. Dat is oma, vriend. Mama, wat ben jullie mooi. Hé, hey, klein Enkie. Hendrik. Wat ben je? Oh, mooi. Hey, mag oma even poesen? Mag oma kussen? Ja. Kijk eens. Oh, wat is hier mooi. Kijk eens wie er is. Kijk eens wie er is. Cora. Trek Cora. Dat is een juffrouw op een kinderdagverblijf, er is je stapel op. Ja. Zie je dat? Hè? Wat is ze mooi, hè? Oh, wat leuk, hè? Hallo, schat. Och, kijk hier eens wat een lieverd. Voordat iedereen in kleed is op Urkendag, ik heb het ook al gezien bij mijn cliënten, ze zijn aan het breien en aan het naaien. En ze beginnen, nou, ze beginnen in de zomer al voor Urkendag. Ja, ja, echt leuk, hoor. Dan hebben de jongeren, die doen hele bestellingen, alle vriendenploegen, alles gaat in het hurken. Dus daar wordt het hele jaar hard voor gewerkt. Hartstikke leuk. Ja. En dan staat iedereen er anders. Ja, dat sowieso. Ik wou jou wel eens in het hurken zien. Dat heb ik wel dus gezien. Ja, ja, staat het er mooi? Ja. Alleen zat er haar mooi, zat geen hulletje op. Oh, jij bent gewoon zonder hul. Ja. Hoe zeg je dat in Nederland? Zonder hul. Hulletje. Zo'n snel omaatje lipper toen samen nog. Ja, dat was echt geweldig. Nou, wat een weertje, hè. Echt super. Nou, prachtig binnen, ze. En hoe vind je deze dan? Deze meneer. Ja, wie is dat? Wie is dat? Wie is dat? Zeg maar Cora. Is Cora. Ik zal even in de winkel kijken. Hé hey Jan, nou kijk je er wat heerlijk prachtig hé. Hey. Ja. Hallo schat, wat ben je mooi. Wat een leuke wagen hè, zo. Leuk, hè? Ja, man. Enkel daar is niet te drogen. Nee? Rijdt hij zo? Ja. Ja, maar hij stuurt dat niet hè. Oh. Ik ben er vanzelf helemaal... Ja, vroeger waren het de wagens eigenlijk hè. Ja. Dat is... De Rolls, ja. Een vering zat er hier ook. Die toren zo mooi. Nou, prachtig. Ik was nog even shoppen ondertussen. Nou, zeg maar doei. Nou, doe maar even de groeten van. Ja, dat zal ik doen. Hey, doei doei. Danny, die zit erin, maar ja. Die zit maar. Hij is heel mooi, hoor, meid. Ja, doe. Ja, doe. Niet over twijfel. Doe.
Ja, wij gaan door, hè, moe. Hm? Wij gaan door. Nou, wat ben je prachtig, mensen. Ja, oh, die liggen wel. Hey, succes vanmiddag. Ja, thank you. Kijk, vind je weer Rinta? Ja, die zit bij even naar Wolken. Oh. Die waren gezien in de buurt. Echt? Kijk eens, vind je weer Rinta? Moeten we weer Rinta? Ja. Zo. Ik vind het bij zijn oma. Oma nog een poes geven? Oma nog een kus? Nou, kort. Dada! Zeg even. Hey, zeg even, dada! Ja, van je maat. Van mij? Ja. Ja, Stasie. Ja, ik ben Nederlander. Ja, ja, mijn vriendin, hoe ziet ze er weer uit, mijn vriendin? Ja, ik ben niet een Turker. Nee. Ga je naast staan nou. Ook even met Beb, is mijn vriendin. Oh, mooi, ja, dat ik jou ook eens zie. Jongen nam ze voor stap. Ga er even bij. Ik vind het zo mooi dat jullie hem zien. Nou, man, wat gezellig. Jij er ook bij? Ja, nou, kijk. Nou, leuk hoor. Daar ben we speciaal voor naar Urk gaan. Nou, dat bedoel ik en wel, hè. Dat heeft een hele prachtige jurk aan, hè. Ik zit drie keer van de televisie, maar ik zie je nooit meer. Nee, dat klopt. Wat jammer. Nou, binnenkort zijn we weer te zien, hè. Oh, dat is op, ja, maar ja, we krijgen een YouTube-kanaal. Oh, je zat hier in deze wij gaan met z'n drieën. Kijk, wat wij voor. Wij zijn oma's. Oh, dan maak ik een kind voor. Ja, wij krijgen ook een proef. Ja. Het is wel apart als je door iedereen op de foto wordt gezet, maar even op wel een eer. Ja. Dat is je door iedereen gefotografeerd. Ja, bedoel ik als je Nederlands moet praten. Nou, ik vind het geweldig met jullie. Ah, leuk. Wij worden de leukste oma's van Nederland. Nou, veel geluk. Ja, dus ga ons maar volgen. Ja. Op Insta en op YouTube. Ja. Mijn tiende kleinkind is op komst, dus ik heb er druk genoeg mee. Ja, leuk, hè? Ja. Nou, veel plezier hè vandaag. Ja. Geniet ervan. Ja. Doei. Nou, waar zat je nou? Wacht een was weer op je. Drok. Ja, drok. Mega drok. Ik ook. Ile, nee, op de weg. Oh ja, ik heb ook ergens mijn auto neergegooid op een grasveld. Willem zou kind op. Ik heb wel mijn blauw. Ik helemaal vast bij gemol. Toen ben ik hem tegemoet. Toen ben ik hem er zo de auto door het autorempje aan. Ja. Ik zeg toen Willem, hij wou niet maar. Hij zegt, ja, dat weet ik. Ja. Wil je niet maar. Nou, ik heb hem ergens op een grasveld neergedropt. Die op mijn blauwe skyver op. Ja. Dat ik hoop dat ik geen boete kreeg. Nee. Maar ja, daarom let zien we 110, hè? Als je vergeet. Zundig geld. Daarom, man. Ja, als je op Urk in de oude dorpskern bent en je vergeet je blauwe kaart, ze zijn onverbiddelijk. Ja. Nou, ik moet er nog aan wennen. Ik had een heel duur kappersbezoekje. Dat ik was zuur dat ik bij de auto terugkwam. Ik denk, verdikkie. Ja, echt. Je haar werd zuur. En de kapper is al ja, daarom. Een aderlating. Maar ja, eigenlijk hadden wij het Urken moeten. Volgend jaar moet met het Urken. Volgend jaar moet met het Urken, zullen we daar doen? Ja, ik heb een rulletje aan de glitterbaan pakken. Oh, ik heb een rulletje alweer gehoord door. Was je al verzakt? Nou, zo'n Urken is zo'n. Met spletten. Met kniekoesen en spletten. Ja. Dat is leuk. Nou ja, zullen wij eventjes kieken of... Ja, we gaan lopen even ja. Een rondje. Hey, die blauwe, nee, die al. Wat voor blauwe? Nou, kijk. Even zonder grappen, zelf geen drinken gekocht, vergeet er niet te lappen. Die moet je even een Wally geven, Wally van Loos. Oh, en waar zitten die dan? Bij achter Postwatersport. De jongen waar we dit moesten brengen, zijn printer was stuk. En daarom moest het even in de winkel geprint worden. Oké. Okay. Nou, dan zal ik die... Zullen we die even brengen, ja, die dames? Brengen kieken we gaan lekker even rond. Ja, die brengen we even. Ja, ja, nou, kom op, Anna. Zullen we door de Torenstraat heen? Hé, wat ben je mooi. Ja, dank je. Nou, zeg nou, stel zo, hoor. Prachtig. Hoor je ook in Urk een trouw? Nee. Nou, nee, denk ik niet. Nee? Nee. Wat dat om dit? Je bent wel erg knap in Urk, vind ik, Olaf. Kijk die krulletjes. Ja. Kijk die krullen op die... Nou, echt een knappe Urker visserman. Ja. Nou, wij gaan vaak. Dat doe je, hè. Doeg, succes. Ja. Het is nou al druk, jongens. Nou, het is nou al gigantisch druk. Hè? Kijk, hier nou, is even heel dat, gezellig. Hier is... Ach, gezellig, hè. Mee. Superleuk. Wat maken ze er altijd een werk van, hè? Echt.
Altijd drukte zo. Hey. Nee, vogeltje over. Hé, jongens, allemaal kleine slukjes vandaag in die manjelui, hè? Kleine slukjes. Huh? Jawel. Enkel proeven. Ja. Kleine slukjes, jongens. Hé, maar de vogeltje moeten we dan ook maar eens in het urkenbed. Ja. Zullen we dat doen? Ja, dat is leuk. Dan moet ik even een pak op scharen. En dat moeten we van de winter al regelen. Ja, dan, dat moeten we dan van de winter regelen. Ja. Anne, je had toch vroeger een naaimachine? Jazeker. Die heb ik weggegeven. Ah, ja. Kun je niet naaien, Anne? Je snoet vanzelf niet met je naai. Ik zie nog geen kaas. Ik ben een bessie. Een knoop aan te zetten. Ik ben ook een bessie, maar ik kan ook niet. Hey, naaien ze van die hele pak en ik zie het al voor me. Ja, zo, en, hoe noem je dat? Zo'n hands op, of hoe noem je dat nou ook op die? Ja, doe mij maar van een klittenbaan. Zo'n wansie. Oeh, wat is het droog he, op Urk. Je gaat hier niet keren. Ja, nou kan het nog. Zo direct, dan kun je er helemaal niet meer vertoeven. Ja, met de kost is het helemaal droog. Ja, met de kost is het gigantisch droog. Nou, hier zit watersport toch om zo. Nee. Nou, hierachter. Nee, schat. Nou, kijk, zo'n rukje kunnen we ook doen. Ja, dat is toch leuk. Zie je, dat toch kunnen wij ook nog wel in, niet zo'n leuk rukje. Zo'n rukje kunnen wij ook wel aan, ja. Dat is toch gezellig. Kijk, hier is even, nee, nou, hier is dat leuk. Hier zitten ze direct ook bom. Ja, hier zitten ze direct bommetje vol. Nou, ik wou dat ik die dames van mij even terugkwam. Onze Tineke het ook, alles is ja, buurman. Kijk even naar mijn neusje. Wat is dat mooi dat je me later nog niet vertelt. Ja, mooi. Je in de gevel laten verven nou. Ja, mooi hè. Alles is verf, mooi hè. Mega, nou dan gaan wij een plan voor ja, maken. Ja, graag. Ik heb over het droom vannacht. Ja? Hoe we dat gewoon inrichten en hoe we dat gaan doen. Hoe we dat gaan doen. Oh, ik ga nog alle Van der Valks en dan maken ze Van der Valks. Ja. Hoi. Hey, Jolientje. Joehoe! 0.0, hè, voor alle duidelijkheid. Ik ben geen orker. Zo staat 0.0. Nou, dan houd je het langste vol, hoor. Moeten we even een visje bij Jolien op, hoor. Hé, we willen even een visje bij Jolien op. Kom, er is het nou nog niet droog. Ik heb een knip niet bij me. Maar ik wel, kom maar. Ik moest die bloot en enkel wegbrengen. Dag, lieverd. Nou, wat heb je voor lekkers allemaal? Voor alles. Nou, lekker. Een broodje aan. Nee. Lekker broodje zalm. Lekker kibbeling. Lekker kibbeling. Ja. Willen jullie ook lekker even een... Nee, ik hoef geen kibbeling hoor. Nee, dan doe je hier weg. Doe je hier weg. Ja, dat doen we allemaal even een stukje. Kan ik hem... Ja, dat doen we even allemaal even een... Ja, we maken dat vis. Het is ook nog vroeg. Jelle, daar kan niet meer vis. Dus ik moet zo direct ook weer aan de vis. Oh, maar wij kregen een enkel ei. Ik daarom is ons uit zo mooi. Je bent ook zo knap vandaag. Ik wil niet weg. Ja. Nee, ik krijg geen kort of wel. Er kwamen even wat betalingsproblemen. Ja, Tikkie, 06129. Nee, dat dus hier aan. Help je maar even. Hoeveel bekjes moet je erin? Nee, één. We doen er even één. En ook tikkie met een QR-code, dat is weer night. Oh ja, wacht even, dat is voor mij ook weer... Ik heb een QR-code. Is hem dit? Ja. Gelukt? Ja, man, bij. Wacht even, man. Zie wordt ook al zo handiger, hè. Ja. Kieke, let op. Wat nou dan? Kieke, dat doe je. Betaald, ja. Hè? Ja, dat bedoel ik. Nee, je moet er een bellen. Ja. Ja, het stinkt toch betaald? Nee, je moet op groen uitbrok. Nou zet hem hier niet betaald. Zegt de vrouw die laatst naar huis toe reed met een vermogen aan juwelen op. Ja, maar die kostte toen niks. Nou, bijna hadden we hem goed. Bijna. Maar afstand, jij moet er helemaal in. Dat is allemaal nou, meisje betaald. Hé, hey, Jolien, fijne dag! Ik vind dat zo'n drama, dat je het overal verstaat. Dat vind ik toch nee. Ja, je moet tegenwoordig maar alles weten en alles snappen. Dat is best wel lastig. We zijn oma, hè? Echt. En niet alleen maar lastig. Niet alleen maar lastig. Nee? Nee. Wat? Nou, het is gewoon soms erg. Je verschrikkelijk. Je wordt overal voorgezet en je moet het maar weten en je moet het maar snappen en je moet er maar in meegaan en je moet maar... Ja, toch? Ja. Nou, de honden zeg. Nou, dames, neem even een stukje. Jij een stukje van is dat nog een Rita? Hè? Nou, de lekkerste kibbeling van Nederland, hoor. Lekkerste kibbeling. Meneer, even een stukje proeven. Ja. Nou, dit is echt... Oh,
Beb ontpopt zich weer als de plaatselijke catering. Dit is... Daar, nee, maar op. Is gewoon de verrukkelijkste kibbeling is dit, hè? Je kan wel de Cora van Mora van de Zee worden. Nou, zo voel ik me soms ook. Ik hou ervan. Ja, maar ja, daar is een Cora van Mora. Wat moet het dan worden? Beb? Cora van Mora? Van de Zee. In verband met de bijnaam zou ik het op Cora van Mora houden. Oh, dan heb ik straks weer zo'n gekke bijnaam. De Beb Snacks. Of zo. De Beb Snacks. Oh. Dat kan, hè? Ja, dat is kan. De Beb Snacks vind ik wel leuk. De Beb Snacks. Nou, cool. En een lekker stukje. Nou, fijne dag. Nou, dat is wel lekker, hoor. Nou, is heerlijk. Ja, het is wel lekker, hoor. Het is echt lekker. Lekkere kruin zit er nog in. Wat een volk, nee. Maar nou een stukje Beb, want hij is echt verrukkelijk. Dag, Jannie. Oh, kijk, daar lekker boot is ook al zo. Oh, ja. En vanmiddag? Van al de mooitjes daar op die boot. Ja. Dat is wel leuk, hoor. Ja. Maar het is altijd ook een mooie foto, zie je ervan. Hoi. De zangeres stond ervan. Zullen wij hier tussen duwen? Nee, want die doen een stukje. Dat is Beb weer, hè, je op taken. Had je ermee over de haven kunnen lopen, dan zou ik gewoon in elke steen vast. Nou, dat is zo'n klein hek. Als ze zat, maar dan trekt ze weer los. Ja, ja. Die andere hek er al af. Bij Bali, weet je wie Bali is dan? Ja, ja. Ik zie je dat ik zo'n rukje nam. Ja, dat is hartstikke leuk zo. We moeten wij volgend jaar maar heen. Dan zullen we echt niet hurken met een uur alles op. Nou, ik vind zo'n rok leuk, hoor. Nou, toch wel. Ik wil dus een echt hurken pak passen. Ja? Nou ja. Ja. Zou ik me stoelen, zo'n hullen met die dot zo. Ik wil een adres, hoor. Dat ik zo van die velden zo, dat je bang dan helemaal leuk. Maar dat is wel leuk. Wat moest je die afgeven dan? Achter Postwatersport. Waar is jouw hurken pak dan? Hé, niet. Nou, dan moet je door eerst in investeren. Volgens mij zit onze Klaas hier ook ergens. Want die zag ik vanochtend met de auto aan, ja. Ja, die zijn auto past ook er leuk bij. Oh, ik wacht al, ik zie al... Jongen, wat een tropt al. Hier volgens mij moeten ze ergens zitten. Hier al. Hier toch, ja. Ik zoek Bali. Wie is Bali? De Bali. De Bali. Woehoe. Wat een beertje, hè? Super, echt waar. Vind je, Bali? Ja. Je ziet er wel knap uit. Ik kan er ook niks aan doen. Ja. Ik ben goed en leuk. Dat is maar de beurken. Ben dat een befaamde beurken? Ben dat een befaamde bloor? Dit ben de befaamde bloor, die moest ik met jou brengen. Dan zullen we creëren. Dan kom ik hier helemaal goed. Dus mijn rekening weer respect. Ja, dat bedoel ik. Ja, zo'n dag is wel gezellig en dan kom je bij de straten langs. Maar dan moet er eigenlijk wel gelapt worden. Ja. Want anders stroopt er voor één iemand op. En als iedereen, wat in, vaak zie je het ook wel, hè, dat er een potje staat van... Jongens, druk er allemaal even wat in. En dan is het ook een leuke... Wat ja, maar anders is het ook niet meer te doen. Nee, anders is het niet meer te doen. Dat is waar. Nee. Dus... Hallo. Hi. Is jullie kwart hier? Ja. En is dit je vriendin? Hoi. Hi. Nee. Leuk. Ik ben de vader van Loos. Nee, ik ben jou. De ben. Je bent het. Onze Klaas moet hier ook ergens staan. Ik wil even bij onze Klaas kijken. We kregen nog even een show van een kleine sterke man. Machtig. Oh, heerlijk. Oeh, geen. Kijk even wat je... Oeh, Jirk. Hij is zo scharp ook, hè. Ja, ik heb wel drie man met vingers eraf, ja, hè. Dus ik zou maar op. En dan ging ik precies een cel met dan nog een cirkel zagen. Nelly,
Vertel dat horrorverhaal van al die vingers nog even voor de kijker. Nou, zou ik ze dat aan doen? Hoe heet er even onze Elisabeth? Wat ben je ook knap? Leuk, hoe staat er, Klaas, van jullie? Ik vind die rode gestriepte baardjes zo ja, mooi stoel bij me. Ja, leuk. Nou, in die broeken ook. Ik vind het wel wat stoer, zeg. Als Jelle zijn pak aan hebt, dan vreet ik hem ook op. Waar is Jurk er pak? Jij ook al uit te doen. Ze had een zwiet aanval. Wat heb je tussen liefde hier? Nou, waar is Klaas van jullie? Nou, die moet hier ergens doen. Nou, hoe is de Klaas? Die staat er ook zo prachtig in. Dan is hij zo'n lekkere spetter. Dat is hij vanzelf gewonnen ook. Hoi. Kijk, daar staat je auto. Leuk, hè? Ja, man. Jongens, hij ziet dat hij krijgt voor deze. Hier zie je. Daar is onze Klaas staan. Kijk, je auto zit gewoon erop. Ja, met de ramen open en zo de roker in. Ja. Waar is onze Klaas staan? Daar ook. Boor. Oh, ja. Hoe heet er onze grie ook lekker? Hé? Hey? Nou, als hier onze grietje maar ook een urk het pak heeft. Hé? Hey? Waar is Klaas? Klaas! Ja. Waar ben je, boy? Loop maar even met je op de foto. Wat doet je dan? Hij had het Engels aardig druk. Zie je dat? Hoedjes schoonmaken, dat kan niet ook. Dat wist ik ook niet. Oh, maar die auto heeft het goed. Anna, neem je even de foto op, Pep. Even met onze Klaas. Ja, moet je even naast me staan? Hey, moet je wel even een telefoon hebben. Ja, Pep heeft de telefoon. Oh, ja. Ik heb wel geen mooie foto. Eerst zeker even met onze Klaas, want dat vind ik leuk. Even je naar hem om me heen. Niet dat ik niet met Grietje op de foto wil. Maar ja, ik heb 100.000 foto's met Grietje en mij. En zo'n moment, als mijn zoon er zo prachtig uitziet, komt niet zo vaak voor. Dus ik wil eerst even met onze Klaas op de foto. Die zit nog op die app. Die betaal-app zit hier nog op. Stook er zo goed op? Jazeker, prachtig. Ja, mega leuk. Sira, nou, hij loopt ook weer voort. Klaas, die jongen heeft geen teet. Ja, dit is geen beste dag voor zelf. Klaas heeft het er maar druk mee. Ja, maar dat kan niet. Nou ja, waarom je vader? Wat is je motorskat? Jongens. Oh, en Gida. Blijf je hier bij Klaas of gooi je naar huis? Wat ga je hier nou doen? Man? Naar huis. Ik ga naar je vader, die zou ook een lekker vis zien bakken. Nou, doeg meid. Nou, doei. Kom op, dames. Hey, doei. Nou, hoe smaakt dat scholletje? Wat een leuke dag weer, nou, hè. Ik geloof dat Anna een lekker weentje voor u zo heeft. Ja, het was echt een super dag. Jazeker heb ik een lekker weentje voor jullie. Lekker afzakkertje. Nou, lekker, lekker. Ja, kijk, hier die terrassen zitten nog wel even vol. Ja, het is prachtig weer. Hier achteraan, nou, daar zaten ze vanochtend. Dus net was ze aan het aanspuiten. Joejoe! Hoi. Hoi. Hoe is ie? Kom je lij even, de deur is open. Oh, gezellig, ja. Heel lekker weentje. Ja, zie ik. Nou, kijk, nou, dat bedoel ik. Heerlijk. Een gezellige afsluiting van de dag. Inderdaad. Een gezellige afsluiting van de dag. Hé, hey, wat zit je hier heerlijk. Nou, wat leuk, hè. Pak even zet je even te lezen? Ja. Triller? Gewoon zitten, ik pak er die kruk bij. Pak er even een stoeltje bij. Je zit hier in eerste klas zo, hé. Nou, lekker, hè. Zeker. Ik heb een lekker bolletje van je. Oh, dat kan ook. Mijn Ibiza op Urk. Nou, hoe vind je dat, Ben? Nou, leuk, hè. Nou, hier is het mooier. En je zit hier ook mooier. Wat gaat er nou boven, hè? Zodra hij daar niet zo'n huis nee. Nou, we klinken even op de gezellige dag.
Een fijn hurke dag wordt er vanochtend bij mij geschreeuwd. Een fijn hurke dag. Oh, dat was het. Ja, he? Dat was het zieke. Dat was een de dag. Kijk eens ook hier al die jongens. Een gelukkige hurke dag. Ja. Ik moest nog wakker worden. Een gelukkige hurke dag. Dat is zoiets als een gelukkige dag. Een gelukkige hurke dag. Ik zeg ja. Ja, je ook. Kostelijk, echt gewoon. Nou, en wat zagen ze er mooi uit, hè? Ja. Hoe ze tienen gehad met de kinderen. Allemaal in de Urker. Ja, nou ja, moet je die jongens hier hoor. Allemaal. Ja. De grootste moersgroepen, allemaal. Ja, dat is allemaal echt in de Urker. Maar ik was bij Van Baan een cliënt, maar toen zegt ze, mijn zuster die het gewoon de hele winter die Urker pakken zit naaien. Ja. Oh-oh. Scherven brengen geluk. Ja, er is volk die zit er gewoon de hele jaar te naaien, hè? Ja, die dat pakken. Is ook zo. Maar ja, je ziet het al, maar het wordt hier een grote hype. Ja. Je moet het maar gewoon verkopen in je winkel. Van die urken pakken. Ja, urken pakken. Pakken, ja. Ja. En van die boezels zie je zo vast om klittenbouw. Ja. Ze moeten zo snel. Ja, en dan op de foto. Ja. Net als in Volendam. Ja, dat zou wel. Dat zou wel erg leuk zijn. Nou, ik denk dat je dat op elke dag had nog wel kunnen doen. Ja. Dat je zo'n ding even met wat goed. Nou, ik denk dat jullie zoomen. Zoveel hoeft dat niet te wezen. Nee, dan moet je gewoon zo'n makkelijke klittenbandje. Dat is wel een leuk hangeltje voor jou. Ja. Nou, wat zal ik er goed doen? Bij jou hier voor de duur? Nou, doe het bij mij in de winkel. Ik heb nog wel een hoekje voor je. Ja. Nou. Dat doen we. Ik zou dat nou in een vraag Ineke eventjes. Voor die pakken, ja. Om zo'n klittenbaan pak te maken. Dat kun je best doen. Mega leuk. Ja, dat zit mij nou echt wel in, hoor. Ja. Zo heb ik een foto met Jelle in het Openluchtmuseum. Zit ik in zo'n jurk met een hoed op en Jelle met zo'n kapiteinspak. En toen zei ik tegen Jelle, maar vroeger moest je 4 uur lang wachten voordat die foto genomen wordt. Dus die mensen zitten door mijn kiekers allemaal in de zakkerij. Oh, maar waarom dan 4 uur? Nou, voor die ontsluiter. Of wie ik viel, maar dat was niet alweer een foto. En toen zei ik tegen Jelle, dan moeten wij ook niet lachen op die foto. Nee, want dan ben je niet alweer best genoeg. Ja, dat is waar. Nou, daar stonden wij met wafels op, jongen. Echt waar. Zakkerijen had moet je even sturen, even op de. Ja, die zal ik eens even sturen. Die is vreselijk leuk. Echt. Nou, hier komt de foto. Ja, vroeger lachten ze toch ook niet? Nee. Nee, zouden ze vroeger niet lachen? Nee. Allemaal armoede, troef, bult en lende. Drek en stroms in de school. Ja, drek en stroms. Nou, dan zien ze die goede oude tijd, dan zien die oude. Nou, drek en stroms, dat was de goede oude tijd van lui. Wij zijn in de Welvert opgegroeid. Nou, zo is dat. Maar we weten niet wat armoede is. Nou, dat is ook zo. Gelukkig niet, hè? Nou, dat is zo, ja. Ja, en toch, mijn schoonmoeder die net, was net om een bekje. Toen zei ze, ik zag vanmiddag even op de dik, zegt ze. Oh, zoek Joke. Ja. Ben je op Mark gesloegen? Ben je op Mark gesloegen? Ik zeg, ben je op Mark gesloegen? Je was er niet mee aan. Nou, wat vind je, mijn schoonmoeder zegt, toen zat ik even op de dik. En toen zei ze, denk mijn ogen dicht. En toen word ik zo aanwennig dat ik hier als kind zat te spuwen op het strand. Want die woonden altijd bij de dik. Toen denk ik, nou ja, hier dat meen zak al 84. Zo direct doen, we zitten wij in de talma en dan ben ik weer ook aanwennig nou, dat hier zaten. Nou ja, dat is ook zo. Nou, je zit er zo voor je zitten voordat je raar geen nou. Ja, nou ja, hoe vind je nou dan die afgelopen jaren? Dit is toch ook zo, zo ben je 18 en nou zit je hier. Ja. Je bent een bes. Hoe is het zo? Van een zeurtje kingen. Hoe is het Beppe Tiendal, hè? We zorgen gewoon dat we leuke oma's op ons oma zijn. Oma op ons oma zijn, hè? Oma's bij de tijd. Nou, zo gewoon we de gewone. Op een gelukkige urke dag en wij vieren het leven. Vond je dit een leuke video? Liken. Delen. En reageren. Tot de volgende keer!
the chips and the CDs.